1, 2, 3, 4. Hap, voilà, ambitest met me. 3, 4. Je ziet het misschien niet meteen, maar deze jonge spelertjes zijn de profvoetballers van morgen. Ze zijn gescout over heel België en krijgen een opleiding tot topsporter aan de jeugdacademie van eerste klasse Anderlecht. Vincent Kompany, Yuri Tielemans, Romelu Lukaku en vele andere topspelers kregen hier hun training. Tijdens deze stage krijgen de jonge paars-witte spelers coaching van internationaal jeugdtrainer Michel Bruinings. De voetballer die ermee weinig mentale kracht staat, leert niks. Je moet laten horen wie je bent. Dat wil zeggen 1, 2, 3. Elke trap samen en heel krachtig. Ze moeten dat horen tot op standaard. Kom aan. 1, 2. Michel ontwikkelde een trainingsmethode die steunt op de principes van het breincentraal leren. Die methodiek is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit hersenonderzoek. Dirk Gijzelings, technisch coördinator van de jeugd van Anderlecht, introduceerde en verfijnde de methode bij Paars-Wit. Ook topclubs als AC Milaan passen het breincentraal leren toe in hun trainingen. En straks zullen we de principes ook tegenkomen in twee gewone Vlaamse scholen. Wat kan het onderwijs leren van deze voetbaltrainers? 7, écoute le ballon. 8. Ja. Ja. Een voetbalveld voor een kind is een doolhof. Om natuurlijk u goed te leren verplaatsen op een veld, moeten we die ruimte zichtbaar maken voor een kind. En hoe kan je een ruimte zichtbaar maken voor een kind? Door bijvoorbeeld een paslijn te markeren via twee potjes. Maar dat kan ook door een voetbalveld te gaan verdelen in vakken. Wij gebruiken een kruis, een ruit, vierhoeken. En na verloop van tijd, door de herhaling, gaan de hersenen die verschillende elementen bundelen en in het lange termijn geheugen stoppen. Oké, te veel spelers lagen de bal hier. Wat is dat? Potjes. Spelers. Dus hier. Slechte positie. Daar. Goeie. Oké, dus nu. Ik vraag dieper. Je demande plus profond. Oké? Go. Dus wat wij eigenlijk hier doen, is vier paslijnen markeren. Dus we hebben hier een aantal potjes geplaatst. En de bedoeling is om die bal telkens tussen die potjes te spelen. Dus de spelers staan daar aan het rood potje, moeten op het juiste moment in de ruimte komen om de bal op een correcte manier te controleren. Dagelijks oefenen deze talenten op steeds moeilijkere paspatronen. Door deze oefeningen voortdurend te herhalen, gaan de spelers ze automatiseren. Zo kunnen ze de paspatronen zonder nadenken toepassen op wedstrijden om de tegenstander te snel af te zijn. Ja, zoek diagonaal! Zeker als het over een sportdiscipline gaat, is het heel belangrijk dat zij niet naar binnen gericht zijn, want anders gaan ze nadenken. Als ze gaan nadenken, dan gaan ze het veel moeilijker hebben om een opdracht uit te voeren. Omdat ze op die manier stress gaan oproepen die eigenlijk de uitvoering voor een stukje kan blokkeren. Als je wil een maximale prestatie fysisch krijgen, dan moeten uw hersenen kunnen bezig zijn met het aansturen van de spier. Hoe meer de hersenen nodig zijn om andere dingen te doen, hoe minder dat je met spiercoördinatie en efficiëntie kunt bezig zijn. En dat is dikwijls het verschil tussen een topper in sport en een meer gemiddelde sporter. Je mag fouten maken, je moet fouten maken, maar je moet elkaar corrigeren. En help vooral degene die het nog niet kan, want het is belangrijk dat hij dat wel kan om het te doen lukken. We gaan eens proberen dat we dat als groep kunnen klaarkrijgen. Ja, hop, en snel, kom op, hop. De leerlingen van het Sint-Gabriel College in Boeghout doen gelijkaardige oefeningen als de jonge belofte van Anderlecht. Ze bewegen synchroon in kruisen en ruiten, waarbij ze verschillende oefeningen combineren op matten en banken. Dirk heeft hier sinds september enkele uren LO en hij gebruikt daarvoor dezelfde methodiek als in Anderlecht. We hebben coördinatieoefeningen gedaan. Vooral op focus, op oogcontact en vooral om met de klas een sterke band op te bouwen. Een gewoon LO-les zijn wel meer lachen en praten, maar ik vind dit even leuk. En dit is echt wel LO, dit is echt eens een keer sporten. In het begin van het jaar was het allemaal kriskras door elkaar en dan zo, wat moeten we hier nu doen en wat gebeurt er allemaal? Maar we zijn dan beginnen opbouwen en dan lukt dat wel, ja. Mijn andere leerkrachten waren allemaal streng en die zeiden, ik ben niet sportief en zo. En meneer Gijzelings
zet ons aan om toch je best te doen. Die geeft je complimenten en zo. Ik zeg dat niet graag en ik wil dat zeker niet mee pochen, maar je krijgt toch regelmatig mailtjes via Smartschool van ouders die zeggen: kijk meneer, ik ken u niet, maar het is de eerste keer dat mijn zoon graag naar de lessen LO komt. Ik heb daar een heel simpele verklaring voor. Ik werk niet prestatiegericht. De focus wordt niet te veel gericht op het individu op zich, maar wel op de groep. En voor mij, door het feit van die groep belangrijk te maken, gaan die sterkere sporters automatisch die mindere meetrekken. Vandaag het laatste deel van de dag. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne dag hebben gehad, zowel op de school als tijdens de voetbal vanmiddag. Dus we gaan verder werken op die cross-white positions vandaag. Jullie gaan de training een stukje moeten leiden vanuit de patroontjes die allemaal hebben geleerd. On joue toujours ensemble. C'est pas l'un contre l'autre. C'est vous qui va faire le coaching aujourd'hui. D'accord? Breincentraal leren steunt op een aantal basisprincipes die Dirk zowel toepast op Anderlecht als op zijn school in Boeghout. Zo geven trainers voortdurend positieve feedback en werken ze aan een veilige leeromgeving. Bovendien staat niet de individuele prestatie centraal, maar het leren in groep. Jij moet niet de beste zijn, de groep moet de beste zijn. Door het feit dat ze een patroon lopen, dat ze samen moeten lukken. Het kind moet apart niet uitblinken. Maar je kan maar lukken als iedereen meewerkt. Dat is een eerste aspect, denk ik, waar dat we in het onderwijs, vind ik, nog wel wat stappen kunnen zetten. Toon mij. Vraag kort. Ah, Alim, ja. En vraag daar nu. Hop. Ja, achter. Oké, perfect. Een diagonale pas. Oké, lekker. Très bien. Oké, Yari, perfect. En ik speel. Oké, proficiat. Spelen nu. Hop. Iedereen wordt binnen onze lessen aangemoedigd. En wanneer iemand die zwakker presteert of zwakker een bepaalde techniek toont, dan gaan we dat niet afmeten aan een standaard, maar dan gaan we gewoon de groep zijn vordering laten appreciëren. In de zin van dan laten we ze applaudisseren. Het is eigenlijk voortdurend vanuit een positivisme iedereen aanmoedigen om te proberen om beter te worden. Jullie mogen gaan zitten. Katty Op de Beek is een collega van Dirk. Zijn LO-lessen gaan hier op school niet onopgemerkt voorbij. Ik vind het geweldig hoe hij een extra inspanning altijd als een overwinning kan verkopen. Als ik tegen mijn leerlingen zeg, van mannen, oefening 10 maak je nu nog als extra, dan krijg ik als reactie, oh mevrouw, we hebben er al 9 gemaakt. En bij Dirk zei, oh yes, yes, we gaan ervoor, hè, meneer. Ik vind het enorm leuk om met deze klas te werken. Het bewegen kan nog iets beter. Je moet heel veel tegelijkertijd doen. Hè. Je moet juist lopen, je moet samen lopen. En het leuke is dat we dat kunnen klaarspelen. En dankzij jullie zijn de minderen ook enorm vooruit gegaan. En daar draait het om. Ik merk het ook aan leerlingen die minder sportief zijn aangelegd, dat die toch veel kunnen bereiken dankzij de motivatie die ze krijgen van Dirk. En voor mij is het sociaal leerklimaat, het emotioneel leerklimaat, het welbevinden van leerlingen essentieel voor leren. Kinderen tegen elkaar uitspelen, ben ik volledig tegen. Dat gebeurt spijtig genoeg veel te veel nog in het onderwijs. Ik denk juist dat het onderwijs moet zorgen dat het sociaal-emotioneel gebeuren, het welbevinden van een klas, wordt versterkt. Na de lesuren rijdt Dirk stevast richting Anderlecht. School en voetbal, twee verschillende werelden. Het zijn meestal talentvolle kinderen en talentvolle kinderen zijn niet altijd de gemakkelijkste kinderen. Hè? Maar om zich, om training te geven, om te werken, om les te geven, is het eigenlijk op Anderlecht gemakkelijker. Ze zijn ten eerste gemotiveerder en het publiek is ook homogener. Dus in die zin is het in het onderwijs, naar differentiatie toe, toch wel moeilijker. Ik heb jullie trainingen bekeken. Over het algemeen gesproken, inhoudelijk zeer goed. Twee opmerkingen, details. Dat is uw tekeningen nog beter benoemen. Dirk geeft voor de Nationale Voetbalbond les aan profvoetballers als Thomas Buffel en Jelle Vossen. Zij willen immers na hun voetbalcarrière graag trainer worden. Een gezonde geest en een gezond lichaam gaan samen. Sport heeft dan ook een ontegensprekelijke invloed op leren. Het is bijvoorbeeld onomstotelijk aangetoond als je tegen 9 kilometer, 12 kilometer per uur beweegt, dat onmiddellijk en een rechtstreekse invloed heeft op je cognitief presteren. Dit is ontzettend belangrijk, want dit geeft eigenlijk aan dat als je het onderwijs zou gaan inrichten op een manier waar je geregeld die bewegingsmomenten kunt inbouwen, dat dit in het voordeel van kinderen zal zijn. Kort draaien, oefeningen afwerken, maar dat is prima.
Tik en weg. Is goed. Voilà, prima, Serkan. Ook op Campus De Brug in Vilvoorde zien we dezelfde oefeningen als in Anderlecht. Hier gaan ze nog een stapje verder dan de school in Boeghout. Sinds kort heeft deze school immers een voetbalproject waar leerlingen naast hun TSO-opleiding 4 tot 6 uur voetbaltraining volgen, gebaseerd op de principes van het breincentraal leren. Dit schooljaar is het project al uitgebreid met basketbal. Volgend jaar kunnen de leerlingen ook dans kiezen. Een succes. Zo hadden we vorig jaar was er een jongen die zich kwam aanmelden voor naar het tweede beroeps zich in te schrijven. Zijn keuze om naar het beroeps was eigenlijk te gaan omdat hem heel zwakke punten schoolmoe was in 1A. Door het voetbalproject heeft hij dan toch gekozen voor om bij ons 1A te volgen, optie in voetbal. Die jongen heeft dat gedaan met vrucht. Hij zit nu in het tweede jaar. Ik denk dat dat een waar succes is, want anders was dat een jongen die daar letterlijk zijn schooltassen over de haag ging gooien. De leerlingen die op deze school voor sport kiezen, merken zelf een groot verschil met vroeger. De kracht van de groep duwt hen vooruit. Als je voetbalt, als je klaar bent, je vergeet alles. Dus dan is je hoofd leeg voordat je de les begint. En dat is wel een pluspunt. Wat ik het meest heb geleerd vanuit de trainingen van voetbal, dat is dat je discipline en respect moet hebben voor je leerkrachten, voor je coach en zo. En ook dat je je heel veel moet concentreren. En dat kun je ook gebruiken in de les. Als we slechte punten hebben, mogen we een aantal weken niet komen voetballen. Dus dat is natuurlijk niet leuk. Dus daarom studeer ik wel, om te blijven komen voetballen. Als bijvoorbeeld iemand iets niet kan, bijvoorbeeld ik kan iets niet van Engels, dan helpt iemand mij van de voetbalschool daarmee. En als hij iets niet van voetbal kan, dan lig ik hem daaruit of doe ik hem voor. Dus ja, dat is een hechte groep en ja, je helpt elkaar. Ik denk dat hier op training ten eerste die jongens enorm heel hard getraind worden op groepsdynamiek. Ik denk dat ook heel veel verantwoordelijkheid van de jongens hier wordt verwacht op het trainingsveld. Wat we ook zien, dat is dat ze enorm geconcentreerd op het voetbalveld of op het basketveld, want dat is daar ook zo. De mannen hebben echt een zekere focus en die focus wordt ze eigenlijk wel verder gezet op de schoolbanken. Directeur Dennis merkt een positieve impact op school. De leerlingen zijn gedreven en zitten met meer motivatie op de schoolbanken. Op langere termijn hoopt hij dat ook het aantal A-testen zal stijgen. Ja, ze moeten eigenlijk iets hebben waar ze kunnen naar opkijken. Ja, en als je eigenlijk bij een groep kunt behoren, dat wil eigenlijk elke jongere wil ergens bij een groep behoren, ja, dan zijn ze eigenlijk extra gestimuleerd om in die groep te blijven. En dat is eigenlijk, denk ik, wel een van de grootste wapens dat we dan eigenlijk hebben om die jongens juist tegen schoolmoeheid te beledden.